Nou, nu je al ziet hier, is dat de browser standaard al gewoon een bepaalde eigenschap aan een H1, dus een eerste kopje, heeft gezet en paragraaftekst. Nou, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, er zijn een aantal dingen waar je dus rekening moet houden. Het is altijd die Times New Roman. Als het een kopje is, dus een H1, is die ook standaard bold of vet gedrukt. En hij heeft witruimte boven en onder. En dat heeft die paragraaf ook. Ik weet niet of ik dat kan laten zien door middel van Chrome. Kijken, inspecteer element. Als ik dus die paragraaf aan selecteer, dan zie je dus ook in dat beige gedeelte, net boven de tekst en onder de tekst, dat er dus ook nog witruimte op zit. En als ik hier naar mijn, naar mijn standaard eigenschappen, dan zie je dus ook dat er dus een margin op zit. En dat willen we niet. Dat is hetzelfde als bij die H1. Dan zie je dus ook dat er dus witruimte boven en onder zit. Nou, dat willen we dus eruit halen straks, maar daar komen we nog niet, zover zijn we nog niet. tussen die kop en de bodytext, dus paragraaftekst, heb ik in mijn een aantal gevallen, zoals hier bij die tweede kolom, een streep staan. Nou, een streep die hebben ze dus ook verzonnen in die programmeertaal. Dat noemen ze een HR. En die gaan we zo meteen ook gebruiken. Maar eerst, dit is een kleiner kopje dan die. Dus die moet ook een andere benoeming krijgen. Dus we gaan hier naar het tweede gedeelte. Niet naar de showreel, want daar komt gewoon het filmpje in. Maar bij twee kolom tekst gaan we weer wat tekst kopiëren. Uit het Photoshop document. Kopieer. En die plank ik hier neer. En hij is dus een kleiner. En daarvoor maak ik dus een H2 aan. Een H2 is eigenlijk ja, de subversie van de H1. Je ziet zo meteen ook wat dat inhoudt. En ik zet wel weer die header tag eromheen. En dat is puur om die vindbaarheid optimaal te houden. Nou, dan hebben we de content. Daar zetten we dus de tekst in. En het is best wel een lap tekst. En het is twee kolommen. Dus ik kopieer even deze tekst. Even kijken. Maak hier een paragraaf van. Plak de tekst erin. Even kijken, sluit ik hem alvast. Maak die ruimte even. Ga ik daar even voor staan, want dat moet nog een tweede gedeelte aan vastgeplakt worden. Zo. Nu hebben we een lab tekst erin staan. Even kijken. Nou, dat is flinke lab tekst. Alleen het is nog lang geen twee kolommen, maar daar komen we.